Hoi mensen, dit filmpje is omdat ik mij namelijk ernstige zorgen maak over wat er momenteel allemaal gebeurt in Nederland. Ik ben zelf een klokkenluider, al sinds 2015. Ik heb een stichting opgericht om jongeren te helpen die problemen hebben ondervonden in de modellenbranche. Dat gaat voornamelijk over de problemen die ze hebben gehad met corruptie, uitbuiting, afpersing, maar ook seksuele intimidatie, seksueel overschrijdend gedrag. In deze afgelopen jaren, dat is de afgelopen 5, 6 jaar, ben ik achtergekomen dat de corruptie verder gaat dan alleen in de modellenbranche. De corruptie zit niet alleen maar daar, maar de medeplichtigheid zit hem ook bij de overheid in dit geheel. Dat gaat om niet meewerken met bepaalde zaken, lijnen dichtgooien, poortwachters waar je tegenaan loopt en het verdwijnen van bepaalde materialen. En dan hebben we het bij deze over Recherche Midden-Nederland. Morgen word ik door de politie gehoord. Ik ben al onterecht 3 dagen in de bak gegooid. Dat is in januari 2021 geweest. Daar hebben ze me proberen te framen voor de zoveelste keer. Dat doen de journalisten. Waarschijnlijk in opdracht van de overheid of de recherche. Waarom? Omdat ik gewoon echter gewoon te veel weet. Nogmaals, ik ben dus een klokkenluider. En ik maak me dus ook ernstige zorgen om mijn eigen leven. Om die reden. Puur om het feit dat ze waarschijnlijk mij de mond willen snoeren. In 2018 ben ik al achtergekomen dat er iets heel vreemds is gebeurd. Dat is namelijk hoe journalisten met mij zijn omgegaan. Ze hebben bepaalde zaken geknipt en geplakt en mij een racistische kaart getrokken. Terwijl het eigenlijk omgekeerd was. Ik werd eigenlijk, en een vriend van mij werd er racistisch bejegend. Toen snapte ik al niet wat er aan de hand was. Ik heb 2, 3 jaar moeten vechten om me gelijk te krijgen bij mijn verzekeraar. Om ook daadwerkelijk verzekerd te zijn voor een advocaat. Er zijn een heleboel advocaten die het ook niet aandurven om dit aan te pakken. Want we hebben het namelijk wel over de grootste partij in Nederland. Dat is de VVD, die hierachter zit. In ieder geval VVD Almere. Dus die is de schuldige eraan. Met hun loopjongetjes bij Flevo Omroep, BNNVARA, Krapoel, noem maar op. Daar is het bij begonnen. En aangezien ze wisten dat ik een zaak zou gaan starten. En dat heb ik hier, dat is bijlage 1. En dat is in de 10 bladzijden dus, is dat de zaak waarin wij aanklacht gaan doen tegen VVD Almere, BNNVARA en Flevo Omroep van smaad en laster, maar ook medeplichtigheid aan bedreigingen, privacy schennis, et cetera, et cetera. Dit is het filmpje omdat ik morgen namelijk wederom door de politie word verhoord. En de mensen die al lang hadden verhoord moeten worden, dat zijn deze aangiftes. Dat heeft de politie niets mee gedaan. Ik ga zo meteen de nummers, de codes opnoemen, de kenmerken van de aangiftes. Zodat op het moment dat mij iets gebeurt, jullie op de achtergrond kunnen natrekken wat er precies is gebeurd. En hoe de politie mij probeert dwars te bomen. En hoe de politie probeert mij het zwijgen op te leggen als klokkenluider. Er is aangifte gedaan tegen BNNVARA. Er is aangifte gedaan tegen Krapoel. Er is aangifte gedaan tegen Flevo Omroep. Er is aangifte gedaan tegen VVD Almere. Er is aangifte gedaan tegen meerdere personen, Marokkaanse mensen, die mij de dood inwensten. En dat is een heel pakket vol. Die ga ik momenteel even buiten schot houden. Maar daar heeft de politie ook niks aan gedaan. Op het moment toen ik wat terug heb gezegd tegen die mensen die mij de dood inwensten. En de Krapoel mij als racist neerzetten en discriminerend. En mijn leven en het leven van mijn ouders en mijn kennissen in gevaar heeft gebracht daardoor. En ik heb daar wel teruggezet dat hij dat weg moest halen. En dat als hij dat niet doet, dat ik naar hem toe kom om met elkaar 1-op-1 te gaan praten. En dat is niet naar zijn huis toe, maar gewoon naar waar hij werkt als journalist. En ik ben daarheen gereden. En hij bleef gewoon daar achter het glas staan, lachend. En dat filmpje heb ik. Dat hij het grappig vond dat ik zo kapot werd gemaakt. En dat is meneer Herre Zwart van Flevo Omroep. En daar wordt dus momenteel ook aangifte tegen hem. Er is al aangifte tegen hem gedaan, maar daar heeft de politie ook niks aan gedaan. Dat ik daarheen ben gegaan, met hem 1-op-1 gesprek wil voeren. En ik mocht er echt een live camera bij houden. Wat ze natuurlijk niet doen, want ze willen helemaal mij niet het woord geven. Hè? Jinek. Dat had hij allemaal mogen doen. En dan had hij, als hij echt zijn verhaal, achter zijn verhaal had gestaan. Dan had hij me echt zwart kunnen maken natuurlijk. Als dat klopte wat hij zei. Maar dat doet het natuurlijk niet. Dus vandaar dat hij dat niet durfde. En dat valt dus nu momenteel onder bedreiging. En dat is de reden waarom ik nu verhoord word. Zij willen nu momenteel allemaal bewijzen gaan verzamelen bij de politie om mij zwart te maken.
En dat dossier zou dan een soort van bij elkaar geraapt zootje zijn. Dat is eigenlijk de reactie op acties die op mij zijn uitgevoerd door media, journalisten, fotografen, overheid en recherche. En omdat zij natuurlijk niet gezichtsverlies willen leiden, terwijl ze weten dat ze gigantisch fout zitten, proberen ze mij natuurlijk met het dossier wat ze nu aan het opbouwen zijn, zwart te maken en de bek te snoeren en in de bak te gooien. Mij een strafblad te geven, mij het leven afnemen in principe. En nou goed, om mezelf te beschermen wil ik alle nummers van de politie momenteel opnoemen. En we beginnen maar bij de volgende. Ik heb aangifte gedaan van belediging. En dat is tegen Robert Jean Conrad Piet van der Gallien, R.J. Conrad van BNNVARA. Tegen P. van der Gallien, werkt bij Krapoel. En tegen Joop. Daar is aangifte van gedaan. Dat nummer, wat erbij het proces verbaal, is PL09002018259412-1. Volgende. Is aangifte gedaan door mij tegen Omroep Flevoland. Herre Zwart voornamelijk. Meneer Herre Zwart. De aangifte, procesverbaal, is PL09002018178203-1. Wegens belediging en medeplichtig aan bedreiging. En privacy schendes. Een heleboel aangiftes heb ik ook niet mogen doen, maar ik heb dat ook opgenomen. Dus dat komt later terug in het documentaire. Als je me mee wil helpen met documentaire, mogen jullie me sponsoren, moet je even naar rond.l of rond.lak op Instagram gaan en dan zie je daar een linkje. En dan kan je naar de Modellenstichting gaan en daar kan je doneren. Dat donatie wordt echt voor de documentaire gebruikt om deze mensen aan het licht te brengen. Ik heb aangifte gedaan. Even kijken. Even klaar vermelden. Dat is procesverbaal nummer PL09002018263146-1. Al deze aangiftes zijn allemaal rond juni, juli en september 2018 geweest. En allemaal bij Operettenweg 5A, Almere Stad West. En een paar zijn gedaan in Almere Muziekwijk. Dit gaat om Marokkaanse mensen, bij deze. Waarin ze zeggen dat ze me dood willen steken. Dat mijn moeder dood moet worden gestoken, et cetera. Uitschelden, beledigingen met mijn kankermoeder. En ik ga je steken, we breken je. Noem maar op. Deze namen ga ik momenteel niet benoemen. Die ga ik wel benoemen op het moment dat de recherche doorgaat met de treiterij en wij proberen te framen. Het is een pure framing. Dus ook mensen die dit van zichzelf weten dat ze dat bij mij hebben gedaan, kunnen maar beter achter mij gaan staan. Op dat moment dat dat niet gebeurt, moet ik toch dit naar buiten gaan gooien als klokkenluider. Volgende procesverbaal. Dat is PL09002018263146-2. Dinsdag 11 september 2008 is aangifte gedaan van bedreiging. U staat in deze zaak geregistreerd als aangever of slachtoffer. Deze brief brengen wij u op de hoogte van de afhandeling van uw zaak. Er is niets met de zaak gedaan. Ze doen er niets mee. Het boeit ze gewoon niet ook. U moet realiseren dat ik namelijk een oprichter ben en een voorzitter van een stichting die opkomt voor jongeren die problemen hebben gehad met uitbuiting, oplichting, afpersing, seksuele intimidatie en seksueel overschrijdend gedrag. Voornamelijk door mensen in de media. Snapt u wat er aan de hand is? Daarbij moet u ook realiseren dat de overheid hier door mij al lang op de hoogte is gebracht. Met brieven, de VVD is op de hoogte gebracht. De PvdA, D66, CDA hebben allemaal voor ons meerdere keren brieven gehad. Dus over meerdere jaren verstreken. Zij weten hier vanaf. Ook het OCW, SZW is hiervan op de hoogte. Zij doen er niks aan. Het enige wat zij doen is mijn naam proberen zwart te maken, zodat ik mijn mond hou. Ik ben een klokkenluider, mensen. Alsjeblieft, help mij. Procesverbaal, wat hier is tegen Robert Jean Callien Conrad. Volgens mij heb ik die al opgenoemd. Even kijken. Aangezien de politie niks deed met al deze zaken. Ik wil trouwens even dit allemaal laten zien, dat die aangiftes allemaal kloppen. Ja? Zodat dit in ieder geval vastgelegd is. Deze ook. En met still frames kan je zien dat het klopt. Ik heb recherche Midden-Nederland korpschef Richard van het Schip heb ik voor de rechter gedaagd. Nou ja, in ieder geval via de ombudsman heb ik geprobeerd om mijn klacht daar neer te leggen dat er niks wordt gedaan met alle aangiftes die wij hebben ingediend als stichting zijnde en als persoon zijnde. Wat ze wel hebben gedaan is als een dader het niet leuk vond dat ik namelijk iets terug zei.
Dan stond de politie in één keer voor mijn deur en werd ik in de bak gegooid en moest ik voor de rechter komen. Maar alle mijn aangiftes daar is door Richard van het Schip, coördinator van Recherche Midden-Nederland, niets mee gedaan. Dat hele boekwerk hier, dat mijn klacht gegrond is verklaard, ook nog een keertje, heb ik hier. Al deze stukken worden morgen bij de aangifte worden die overlegd. Dus ik wil ook dat die toegevoegd worden bij het verhoor. Want ze willen mij dan gewoon framen. Wat we nu willen doen is dus mij framen met bedreiging dat ik Herf Zwart van Flevo Omroep heb gezegd. Je moet het weghalen, anders kom ik langs. En dan gaan we gewoon even met elkaar één op één met elkaar in gesprek. Er is nog nooit een geweldsdreiging geweest. Er is nog nooit dat gezegd. Ik wil dat juridisch wou ik het altijd aanpakken. Ik wil dat die video's weghalen, want mijn, door hem werd mijn familie bedreigd. Ik werd bedreigd. Mensen in mijn omgeving werden bedreigd. En mijn stichting werd daardoor kapot gemaakt. Waardoor dus ieder slachtoffer dus daardoor eigenlijk ook gewoon niet meer geholpen wordt. Dat komt ook door Herre Zwart. Dus hij is medeplichtig aan alles wat die meisjes en jongens en minderjarigen wordt aangedaan in de branche, omdat hij medeplichtig is aan het kapotmaken van mijn naam en stichting. Herre Zwart, Flevo Omroep, Sean, en dat is ook Richard, R.J. Conrad van Benen en Vara, is daar net zo schuldig aan. Bij deze, 22 september 2017, is het begonnen al. Politierapport. Ik weet dat jullie het omgekeerd zien, maar dat boeit me even niet. Het kenmerk is 2017-0055647. Op basis van de gronden zoals deze zijn weergegeven in het advies acht ik uw klacht gegrond. En dat is hoofd operations RA van Bree geweest. Die heeft dit behandeld samen met de ombudsman. Dit is een advies klachtencommissie waarin dus wordt aangegeven de politie wilde ten onrechte geen aangiftes opnemen. Dat staat hier onderaan. De politie heeft de zaken van klager niet serieus genomen en niet behandeld. We hebben het hier over de coördinator Richard van het Schip. Maar hij is niet de enige. Het is een team wat zich hier aan vuil heeft gemaakt. Wij hebben heel veel rapporten en bladzijden, dus ook over 150, bladzijden en pagina's aan bewijzen ingeleverd van belediging, bedreiging naar mij toe. Dus ik ben een slachtoffer daarvan. Daar heeft de politie nooit wat mee gedaan. Dat was nog voor al deze andere aangiftes. Dus er was al vanaf 2016 waren ze al vanuit de media bezig om mijn stichting kapot te maken. Vanuit de overheid, omdat ze niks aan het doen zijn en medeplichtigaar zijn, zijn ze daar dus al mee bezig geweest. Hele verhalen over wat mij is overkomen en dat is allemaal gegrond verklaard. Ik wil dat jullie, als mij iets overkomt, de klacht 2017-0055647 en dan FVL opzoeken bij advies klachtencommissie politie Midden-Nederland. De heer R.A. van Bree aan de eenheidsleiding politie Midden-Nederland is degene die het heeft behandeld. De commissie bestond uit P.J.G. van Osta en de heer D.R.S. H.J. Kolthof. De heer M.R.P. van Schuilenburg, secretaris. En de betrokken persoon was ik dus als klager. En de betrokken politieagent, die dus, het was een recherchecoördinator, de heer Richard van het Schip. R.M. van het Schip. Dat is uiteindelijk de dader, want die heeft die bewijzen verdoezeld. Bij deze heb ik het genoeg over deze stukken. Daarnaast zouden wij zaken gaan oppakken samen met verschillende advocaten. Ik heb 2 jaar moeten strijden om zover te krijgen dat ik uiteindelijk dat er een advocaat was die mij durfde te helpen. En dat ik gelijk heb gekregen door de verzekeraar. Nee, ik ben trouwens via DAS-rechtsbijstand, heb ik dat moeten aanvechten via de KIFIT, de Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Die heeft mij gelijk gegeven. Toen mocht ik pas een advocaat zoeken, maar dat mocht niet de advocaat zijn die me ging helpen. Dus ik ging eerst een soort van secundaire advies uitbrengen. Dat heeft hij gedaan. Dat is Dirk Vermaat geweest. En daarna is er iemand anders die het heeft overgenomen. Deze man, die heeft gezien wat er mij is overkomen. Dus we zouden eigenlijk zaken gaan opstarten tegen de VVD, tegen BNN Vara en tegen Omroep Flevoland en nog een paar anderen. Alleen, die is zo bang geworden, mijn advocaat, dat hij zichzelf van de zaak heeft afgehaald. Want hij wou de zaak niet meer opstarten, want daar was hij gewoon te bang voor. En hij kwam met drogredenaties en het heeft ook al 3 jaar geduurd. Hè. Het had al lang opgepakt moeten worden. Echter, deze bijlage, dat het opgepakt moet worden, dat gaat ook bij de aangifte. Daarbij wil ik jullie aangeven dat ik geen domme jongen ben. Daarin mijn cv. Jullie mogen dat zelf straks gaan nakijken wat er allemaal op staat. Mijn diploma's, bankdiploma's, al mijn WFT's, allemaal nog steeds geldig. Ik heb altijd bij de ING gewerkt, Deloitte als financieel specialist tot met 2015. Totdat ik uiteindelijk een stichting ben op gaan zetten. En al mijn spaargeld erin heb gestopt om iets te doen voor het maatschappelijk probleem in de modellenbranche.
Ik heb al mijn vermogen opgegeven, de overheid en recherche en media heeft mijn hele leven kapot willen maken vanaf 2015. Daarvoor nooit wat gehad, geen problemen met de overheid, geen problemen met de politie. Maar op het moment dat ik dit ben gaan opstarten, toen begon het allemaal. Af de eerste dag werd ik al bedreigd door fotografen. Ze hebben pagina's opgezet op Facebook waarin zij mijn naam zwart probeerden te maken. En dit zijn de kopstukken die erachter zitten. Dit is letterlijk zijn profiel. En die hebben een nepstichting opgezet. Dat is Erwin Verwij. En dat heette Stichting Meldpunt Modelfotografie. Dit is het mannetje die daarachter zit. En hij zit voornamelijk, is het een pornofotograaf. En dat kun je ook terugvinden. En hij is degene die eigenlijk kopstuk is. Een van de kopstukken die ook terugkomt zo meteen in mijn documentaire. En dat geldt ook voor Roel de Rooij. Als mij wat gebeurt, kunnen jullie daar ook naar gaan kijken. Deze mensen hebben ook, een van hun heeft onterecht ook foto's online gezet van meisjes naakt op Facebook. Terwijl die persoon dat niet wist. Dat meisje heet Demi. Jullie weten voor de rest niet wie dat is. Maar als jullie ooit achterkomen, dan is het nu ook gewoon vastgelegd. Er zijn nog meer mensen die op de achtergrond daaraan schuldig zijn geweest. En dat is Jannik van der Zwaan. Dat zijn mensen die een stichting hebben opgericht. Die hebben uiteindelijk niks uitgevoerd. Op het moment dat dat hashtag MeToo groot werd, ook door onze stichting. Zij zijn degene die in één keer hun stichting hadden opgedoekt. En we hebben niks meer van hun vernomen. Ik zou jullie willen vragen om ook hun in de gaten te houden als mij iets overkomt. Ik denk, er is ook een soort van forum opgezet. Op het moment dat ik die stichting had opgezet. Dat heette Modellenvakbond Vraagstukken. Waarin ze mijn naam zwart maakten. Mij begonnen te bedreigen, beledigen met nepaccounts. En 140 fotografen, TFP-fotografen en journalisten. En ook iemand bij de VVD. Die was daar lid van en die hebben allemaal dingen gezegd waar ze al lang voor hadden opgepakt moeten worden. Dat heeft de politie verzaakt. Mensen, dit is echt een heel ernstige zaak. Ik hoop dat jullie begrijpen wat er momenteel speelt. Ik hoop dat jullie ook begrijpen waarom ze dit willen tegenhouden. Ze willen namelijk niet dat een heleboel mensen gaan praten. Ze willen gewoon dat die gaan zwijgen, dat ze in ieder geval de mond dood worden gemaakt en bang worden gemaakt. En ja, mijn stichting die trok natuurlijk die hele beerput open. En dat is natuurlijk het probleem van hun. Ik hoop dat jullie begrijpen waarom ik dit hier opzet. Ik hou van mijn leven. Ik heb een heel mooi leven. Ik ben heel gezond ook. En als mij iets overkomt, dan moeten jullie gaan zoeken naar degene. Ja, dus als, ik word nu opgepakt waarschijnlijk door de politie. Want ze zijn hier voor de deur geweest. En ze hebben met een ME-busje... op een woensdagavond om 8:30 met een politiewagen. Nou, dat is heel raar, want dat tijdstip is sowieso heel raar, maar dat was precies op de dag van de verkiezingen. En ik heb de deur niet open gedaan, want ik heb niks gedaan. En ik vertrouw ze ook niet meer. En ik heb ook aanklacht tegen ze ingediend. En het meneer van het schip is ook degene die dit orchestreert nog steeds. Hè? Dus dat ik zo meteen verhoord word, komt ook door meneer van het schip. Hij is degene die dat uiteindelijk dus orchestreert. En zij willen mij dus framen met bedreiging. Zogenaamd een bedreiging wat ze zelf verzinnen. Die zaak, die heb ik volgens mij ook nog niet genoemd. Dat is PL09002021029101. En meneer van het schip, waar ik die klacht tegen in heb gediend, is momenteel de waarnemer en degene die de handtekening om heeft gezet. Dan kunnen jullie wel een beetje begrijpen wat er momenteel aan de hand is. Ik zeg expres, ik ben gewoon heel gezond. Ik zal mezelf nooit wat aandoen. Ik wil hier door blijven strijden hiervoor. Als mij iets overkomt, dan kun je eigenlijk zelf al bedenken waardoor dat komt en wie dat heeft gedaan. Dat is het enige wat ik nog even kwijt wil. Dank jullie wel. Dit is even voor mijn veiligheid. Ik wens jullie het beste als jullie me mee willen helpen met deze strijd. Om de kopstukken aan te pakken die hier schuldig aan zijn. Dan wil ik jullie vragen mee te doen aan de documentaire die wij gaan opzetten. En we hebben gigantisch veel beelden. We hebben heel veel bewijsstukken. En ik zou jullie willen vragen om dan een donatie te doen naar de link bij mijn Instagram, dat is rond.lak. Dat is mijn Instagram en dan heb je een link daar staan in mijn bio. En daar kan je op klikken en dan kom je bij de Modellenstichting terecht. En daar kan je gewoon doneren. Die donatie die blijft staan tot het moment dat ik ga beginnen met de documentaire. En op het moment dat de documentaire er is, dan kan je altijd zeggen van, want je kan je eigen naam invullen. Ik wil mijn donatie terug op het moment dat wij daar geld uit gaan halen. Dat is helemaal prima. Dat geld kan je gewoon terugkrijgen op het moment dat wij daar geld mee hebben verdiend. Maar daar gaat het mij dus gewoon niet om. Maar die documentaire moet er gewoon komen. En ik wil dat Nederland wakker wordt.
Ik maak mij ook ernstig zorgen met hoe de overheid momenteel omgaat met onze veiligheid en vrijheid en vrije meningsuiting ook nog tegelijkertijd. En dat onze vrijheid momenteel tijdens deze COVID-periode ook nog een keertje wordt afgepakt. En ik zie momenteel alleen maar om me heen dictatuurschap en censuur en propaganda. En ik wil jullie allemaal heel veel succes wensen in deze strijd die er momenteel is. En jullie snappen wat ik daarmee bedoel. En dank jullie wel. Deze video is even voor mijn veiligheid.